Het nieuws uit Enschede van donderdag 15 februari. De eerste 4 kilometer van de nieuwe N18 zijn open. En waarom trekken studenten na hun studie in Enschede naar het westen? Want naast op de werk op de UT zijn hier in de regio ook wel heel veel goede functies. Goedenavond. De bibliotheek van Enschede past met gemak in het muziekkwartier. Dat zegt de architect Aad Vos. En zo komt het ernaar uit te zien. Door het gebouw komt een boekenroute met 5 kilometer leesvoer. Die route voert langs alle zalen en slingert zich door het gebouw. Ook in de grote popzaal komen boeken, maar de ruimte blijft beschikbaar voor dancefeesten. Aan de kant van Attac worden overbodige wanden afgebroken, worden trappen gemaakt en de vele verborgen ruimten in het huidige muziekkwartier worden ingezet voor de nieuwe Biep. Ook komt er een nieuwe ingang. Zanger Django McCroy is dit jaar een van de sterren tijdens The Passion. De zanger uit Enschede kruipt op Witte Donderdag in de huid van Judas. Tommy Christian en Glennis Grace spelen Jezus en Maria. McCroy won in 2015 de Twentse Pop Secret prijs en werd 2 keer genomineerd voor een Edison. The Passion is dit jaar op donderdag 29 maart en vindt dan plaats in de Bijlmer in Amsterdam. En meer muzieknieuws, want niks en meer gaat toch door. Het bluespodium aan de Everhart van de Markstraat gaat eind april dicht. Maar vanaf augustus worden er optredens georganiseerd in het Mystiek Theater aan de Raiffeisenstraat. Het gaat om een paar concerten per jaar. Als de nieuwe N18 straks klaar is, dan gaat in Usselo de vlag uit. Het dorp krijgt zijn kern terug als de oude N18 wordt afgewaardeerd, zoals dat heet. Waarom gaat Usselo op de schop? Usselo gaat op de schop ten gevolge van het afwaarderen van de N18. En dat is de oude, huidige Haaksbergenstraat. De plannen zijn dat de straat verkeersluw gemaakt wordt middels drempels en klinkerbestrating. Waarbij er mogelijk bij de kerk nog een heel mooi plein komt. Bij de school een speciale oversteekplaats voor de kinderen, dat ze veilig over kunnen steken. Het plein bij Hanningshof wordt op de kop gezet, waardoor wij in samenwerking met de eigenaar van Hanningshof, waardoor we een mooi middelpunt in ons dorp krijgen voor diverse festiviteiten of andere zaken. De schuur zal omgebouwd worden en daar komt een ijssalon in, is de planning. Hadden de bewoners inspraak in de nieuwe plannen? De bewoners hebben overal aan mee kunnen denken. Wij hebben subsidie gehad van de provincie Overijssel. Daarvan heeft Eelewoude een heel mooi plan gemaakt. En op basis van dat plan zijn wij als gemeenschap verder aan het ontwikkelen geweest. En nu in gesprek met de gemeente om het te verfijnen. En zijn alle plannen tot nu toe gerealiseerd? Alle plannen zijn niet gerealiseerd. Er zijn nog wat dingen die op de tekentafel liggen en die we graag aangepast willen hebben, waar de gemeente aan mee wil denken. We hebben echt één probleem. We zouden graag het stukje Boekeloze Straat, de eerste 150 meter, ook bij de dorpskern aantrekken. Helaas is daar geen geld voor bij de gemeente Enschede. Maar mogelijk dat ze nog ergens een potje voor ons kunnen vinden om het plein in één keer succesvol te maken. Wat is de reactie van de bewoners op deze plannen? De plannen zijn zeer goed ontvangen door de bewoners van Usselo en hebben ook heel actief overal in meegedacht. Wanneer moet het af zijn, de herinrichting? De herinrichting zal medio 2019 gereed moeten zijn. En terwijl Usselo dus bezig is met de oude N18, werd gisteravond het eerste deel van de nieuwe N18 symbolisch geopend. De eerste 4 kilometer tussen Groenlo en Eibergen zijn nu geopend voor het verkeer. En vanaf nu gaat het snel. De komende tijd worden steeds stukjes van de nieuwe N18 geopend. En in mei moet de nieuwe weg ook aan Enschedese zijde klaar zijn. Nou, mensen komen makkelijker hier naartoe. De verbinding is gemakkelijker zonder al te veel stoplichten, zonder al te veel opstoppingen. Dus mensen bereiken de regio gemakkelijker met de nieuwe N18. Ja, wat je ziet is dat het vooral sneller zal gaan. Hè. Het zou toch tijdwinsten moeten gaan opleveren. Dus dat is een stuk belang. En ook vooral dat het veiliger wordt. Waarom trekken veel studenten na hun studie weg naar het westen? En gaan ze niet aan de slag in Twente? Op de campus van de Universiteit Twente zijn momenteel de bedrijvendagen aan de gang. Maar de Twentse bedrijven proberen om de student toch vooral in deze regio te houden.
Je hoort natuurlijk ook al vaker, studenten die komen uit het westen, komen hier studeren en die gaan vaak weer terug naar het westen toe. Hebben jullie hier ook last van dat minder studenten komen werken hier? Nou, je merkt wel dat studenten als eerste naar weer terugkijken, maar we hopen ze wel nu over te halen om hier in de buurt te blijven. Want naast werken op de UT zijn hier in de regio ook wel heel veel goede functies. Nou, ik denk dat de studenten niet goed weten wat voor gave bedrijven we hier in de regio hebben. En dat ze weten wat voor producten wij in principe allemaal kunnen bieden en wat voor services. Als voorbeeld, ons pand staat op de weg van het station naar de UT. En ik ben nu vandaag op deze beurs heel vaak aangesproken. Ik ken je pand, maar ik weet niet wat je doet. Dus, en ik denk dat die belevenis heel erg groot is bij studenten. En dat moeten we vergroten, zodat ze meer zien van, kijk, wat doen we hier in de regio? En niet alleen met zeg maar met z'n andere bedrijven. Van hoe kunnen we nou eigenlijk zorgen dat ze hier blijven? Ik denk dat er veel grotere bedrijven vooral in het westen zitten. En zeker als je de evenementen zoals de bedrijfbeurs niet zo kent. Dat je moeilijk bedrijven hier in de regio leert kennen. Maar er zitten stiekem best wel veel bedrijven hier in de buurt volgens mij. Ik weet niet of ik hier blijf. Want ja, er zijn best wel veel mogelijkheden zeg maar, voor mij overal in het land. En niet per se hier in de buurt. En ik zit niet zo heel erg vast aan deze plek of zo. Ik weet niet. En ik hoor ook wel vaak dat mensen hier inderdaad weer zo snel mogelijk weg willen eigenlijk. Maar het is hier ook wel leuk. Dus mij maakt het eigenlijk niet uit of ik hier blijf of dat ik ergens anders heen ga. Dan het weer. Komende nacht gaat het weer licht vriezen. Het wordt dan min 1. Morgen overdag bewolking, maar ook zon. En het blijft droog bij een graad of 7. Het weekend begint met mist. Maar zaterdagmiddag en zondag zijn er ook periodes met zon. De temperatuur blijft steken op 6 of 7 graden. En tot zover het nieuws uit Enschede voor vandaag. Na de reclame Jij in de Wijk over carnaval en over Valentijnsdag. Ik wens u een fijne avond verder.